Dan naar Engeland, want heel het land daar praat, ja, over één ding natuurlijk, Harry en Meghan. Ja, dat kun je wel zeggen en stiekem smullen wij daar ook wel van. Harry en Meghan lieten gisteren natuurlijk weten op Instagram in een verklaring dat ze een stapje terug doen uit die familie van Britse royals. Ja, ze willen meer tijd doorbrengen in Canada en zich focussen op hun nieuwe liefdadigheidsinstelling. Nou, de koningin houdt vooralsnog een slag om de arm en hoopt nog in gesprek te gaan met het paar. Maar ze hebben de koningin schijnbaar vooraf niet ingelicht. Nou, daar zou ze niet heel blij mee zijn, schrijven Britse media. De Queen teleurgesteld, maar in Canada, waar Meghan vandaan komt, zijn reacties heel anders. Ja, en het is hun leven. Dus als ze denken dat het de beste beslissing is voor hun familie, dan waarom niet? Ik denk dat het exciting voor mensen hier in Canada is. Die verwachten to seeing something like that. Royalty coming to Canada, that's a really good thing, I find. They're a nice couple, and I don't think the paparazzi bothers them as much over here as they would in the UK, so I'm happy to have them. It's coming full circle. They started their relationship here, and vacationing here might just be a little, you know, closure for them, close to home, so be nice. Meneer Rosenthal, u woont deels van de tijd in Londen, u was er vorige week nog. Wat denkt u als u hoort dat de koningin niet is ingelicht? Nou, de koningin is niet ingelicht. De koningin is, zoals ik het gisteren op de Britse media hoorde, ontzet. Ze is totaal te neergeslagen over wat er allemaal gebeurt. Nou ja, als dat gebeurt, is dat natuurlijk in Engeland een grote ramp. En gisteren ook op de nieuwsuitzending voor hun Nieuwsuur of hun Goedemorgen Nederland. Wat gebeurt daar? Eerste half uur Meghan en Harry. En pas daarna het grote nieuws uit het buitenland. Het domineert daar, ja, echt het nieuws. Het domineert, ja, alles, ja. En Hans-Jaap, jij bent er vorige week ook nog geweest. Ja. Begrijp jij dat het land hier nu zo van in de ban is? Of ja, denk je... zo gaat het al jaren. Ik heb altijd een beetje medelijden gehad met Harry. Ik heb verslag gedaan ooit in een ander leven van de begrafenis van zijn moeder. Okay. En toen heb ik hem door die stad zien lopen achter die affuit, hè, waar de kist op lag. Ja. En dan dacht ik van, ja, moet je nou zo met jouw verdriet als jong kind... Hè? Dat de hele centraal blijven staan in de media. Ja, volgens mij mag er een hele familie wel gewoon zeggen van het is genoeg. We worden gewoon een normale familie. Hij heeft in ieder geval genoeg al meegedragen. Ja. Ja, wie weet of ze rust krijgen, dat zal de bedoeling zijn. We gaan het volgen.